Een hele goede morgen vanuit mijn Minecraft Survival wereld. Vandaag is de dag en dit is een van de belangrijkste dagen in mijn Minecraft leven ooit. Namelijk de dag dat ik mijn beste vriend ga helpen ontsnappen. Want zoals jullie weten zit mijn beste vriend Alex momenteel in de Minecraft gevangenis. En ik heb alles voorbereid om hem te helpen ontsnappen. En vandaag gaat die dag zijn, want het moet wel vandaag, omdat Alex in de problemen zit. Maar voordat we op avontuur gaan, wil ik jullie vragen om dat duimpje omhoog te doen op deze video. Want bij de 7000 duimpjes omhoog op deze video ga ik door met deze Minecraft Survival serie. En oh ja, vergeet ook zeker niet om te abonneren voor meer Minecraft Survival avonturen. Oh nee, we hebben echt een groot, maar dan ook echt een groot probleem. Oh, wat moeten we nou doen? Ik ben helemaal in paniek. Ik had het nog niet zo ver voorbereid. Want Alex heeft dus letterlijk gisteren een... Ja, hij moest naar de rechtszaal. En daar werd hij veroordeeld voor moord op een andere gevangene of zo. Ik weet niet echt wat hij heeft gedaan. Iets met een mes. En een andere gevangene, die heeft hij toen vermoord met het mes. Dit is echt foute boel. Maar ik had dit ook niet verwacht. Het ging letterlijk om koekjes, Alex. Kom op, ik heb hier zelfs een koekje bij me. Die had ik ook aan hem kunnen geven. Of een lekker appeltje. Overmorgen leeft Alex niet meer. En daarom moet ik hem vanavond, letterlijk vanavond. Het moet vanavond gebeuren. Ik moet hem vanavond helpen ontsnappen. Dus ik moet er alles aan doen om alles ready te krijgen daarvoor. Wat hebben we nodig? We hebben een paar belangrijke dingen nodig. Namelijk bootjes. De bootjes zijn het belangrijkste om natuurlijk te ontsnappen. Wat heb ik nog meer nodig? Het belangrijkste. Ik vergeet iets. Ik ben helemaal in de war. Oké, de gevangenis hier beneden. Een hele goede morgen. Ligt vervelend, hè, dat bedje? Ja, je kan lekker niet praten. Nee, ligt niet vervelend. Nou, ik hoop dat je eraan bent. Blijf maar lekker daar in die gevangenis. Je mag hier, sorry dat ik het zeg, maar je mag hier lang blijven. Ik hou je hier nooit, maar dan ook nooit meer uit. En vandaag, ik ga het jou vertellen, want je kan het toch niet doorvertellen. Want je hebt geen telefoon bij je. Je hebt helemaal niks om hier uit te komen. Ken je Alex nog? Ja, die ken je heel goed, hè? Ken je Zoomie nog? Jij moordenaar? Nee, je kent Zoomie niet. Doe maar alsof je Zoomie niet kent. Hier, kom eens hier staan. Kom eens hier staan. Hier, dat zal je leren. Je kent Zoomie heel goed. Vandaag ga ik mijn beste vriend uit die stomme gevangenis halen. Oké, ik heb wat dingen nodig. Wat was de code ook alweer? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wat heb ik nodig hieruit? We komen hier vast nog wel terug voordat we gaan ontsnappen. Oké, de explosieven die heb ik nodig. Die zijn heel belangrijk. Wat heb ik nog meer nodig? Dit heb ik nodig. De C4, de andere explosieven. De flint en steel, oftewel de aansteker. Succes hier, hè? Je ziet het waarschijnlijk wel in het nieuws. Oh, wacht. Je gaat nooit het nieuws zien. Laten we meteen naar de stad gaan. We hebben nog veel meer dingen nodig. Ik moet mijn geld meenemen. Even kijken of ik nog geld heb. Oh nee, wat een paniek, wat een paniek. Heb ik hier nog geld? Ja, ik heb hier nog zeker wat geld. Oké, laten we meteen naar de stad gaan. Even kijken. Eerst langs meneer Kippie. Meneer Kippie moet eten krijgen. Meneer Kippie, meneer Kippie. Waar ben je? Ben je boven? Hier ben je, meneer Kippie. Vandaag ga je Alex zien. Ik beloof het. Hier heb je je eten. Ik moet heel snel opschieten. Alsjeblieft, meneer Kippie. Ik moet naar beneden. Succes! Je gaat vandaag je baasje zien. Oké, laten we meteen naar de stad gaan. Heb ik nog mijn bootje hier? Ja, die staat er zeker. Oké, laten we gaan op pad. Dit hebben we eventjes niet meer nodig. Op naar de stad. Even kijken. Ik doe mijn uniform tijdelijk ook eventjes uit. Ja, zo. Even kijken. En dan doen we even zo. Kijk eens aan. Laten we meteen naar de stad gaan. Het uniform kan tijdelijk uit. Ik ben namelijk vandaag vrij. Dus ik hoef ook niet aan het werk. Volgens mij is het politiebureau letterlijk gesloten. Dus dat komt goed uit. Oké, we zijn bijna bij de stad. Ik moet natuurlijk ook wat eten kopen voor de ontsnapping. Want als we hier ver vandaan gaan vluchten natuurlijk, moeten Alex en ik wel wat eten bij ons hebben. Dus we gaan even naar de bakker. Kijk, die is open. Dat is perfect. Ik moet even wat spulletjes wegdoen wat ik niet ga gebruiken. Zo, dit kan weg. Wat nog meer? Dit stomme glas. Ik weet niet wat ik daarmee moet. Laten we meteen weggaan. Zo, bij de bakker. Hallo, meneer. Hallo. Mevrouw. Hallo, mevrouw. Hallo. Ik wil graag wat lekkere broodjes kopen. Even kijken, heeft u een aanbieding? Hier staat 1 halen. Sinds wanneer is dat? Hoezo is het 1 halen, 2 betalen? En wat staat daarop? 3 broodjes, 1 iron. Hoezo nou weer 1 halen, 2 betalen? Dat is toch flauwekul? Nee, de speciale actie. Nou, ik heb 3 iron bij. Mag ik 9 broodjes, alstublieft? Weet je het zeker? Ik heb ook lekkere appeltjes. Worteltjes misschien, dat is ook lekker. Meloentjes? Nee, broodjes. Kip. Nee, ik vroeg toch niet om kip, mevrouw. Ik wil broodjes. Dat ziet er wel lekker uit.
Ja, hè? Nee, oké, ik moet broodjes. Nee, mevrouw, ik moet broodjes, ik heb haast. Oké, hoe noem je dit ook alweer? Een aardappel, ja, dat is het. Aardappel, ik zeg toch brood? Oh. Wat is dit voor bakker? Nu snap ik wel waarom u altijd gesloten bent. U jaagt letterlijk de klant weg. Ja, brood, dat vraag ik al 3 keer. We hebben ook water voor de dorst. Oh, nee. Is het gratis? Nee. 1 halen, 2 betalen. Oh nee, dat meent u niet, mevrouw. Mag ik wat gratis water, alstublieft? Ik krijg letterlijk gewoon een droge keel van zoveel praten met u. Weet je wat? Geef me nou maar gewoon die broodjes. Hier heeft u het geld. Ik wilde 9 broodjes. Want het was 9 broodjes? 3 broodjes voor 1 euro. Niet 1 halen, 2 betalen. Dat slaat helemaal nergens op. Mag ik mijn broodjes, alstublieft? Ik heb haast. Echt geen appels? Nee, mevrouw. Ik wil geen appels. Oh, echt. Alstublieft. U bent heel lief voor, maar... Dank u wel. Jij ook, hier nooit weer. Echt waar, die bakker. Wat een vrouw. Honger. Nee, dat mag ik niet eten. Maar mijn koekje dan. Oké, ik heb een appeltje nog. Ja, die wil ik ook bewaren. Ik heb nog meloentjes. Laat ik dat even snel gaan eten. Oh, heerlijk, wat meloentjes. En het helpt ook tegen de dorst natuurlijk. Ik heb gewoon helemaal een droge mond van die mevrouw van de bakker. Of was het nou een meneer? Ik weet het niet. Even kijken. Dit kan weg. Kijk eens aan. Hallo, buurvrouw. Hallo, buurman. U bent hier ook altijd bezig met de diertjes. Ik ga naar boven. Ik ga even verbouwen. Het kan een beetje lawaai maken. Sorry. Oh, is goed. Oké, eens even kijken. We moeten alles weghalen hier. Het hele huisje moet verbouwd worden. Dit moet weg. Zo, we gaan meteen beginnen. Alles in de kist. Even kijken, wat hebben we niet nodig? Hallo, meneer Eentje. Even kijken, dit weg. Dit weg. Dit hebben we allemaal niet nodig. Dit hebben we wel nodig. Dit hebben we ook niet nodig. Ik weet niet hoe ik daar aan kom überhaupt. Oké, dit moet allemaal weg. We moeten al het bewijs slopen in dit huisje. Zo, dit moet allemaal weg. We gaan hier natuurlijk de hele boel verbouwen. Bouwen. Al het bewijs dat wij hier hebben gewoond moet gewoon weg. Oké, dit in de kist. We kunnen de muur slopen hier zo. Zo, dit allemaal eruit. We komen hier natuurlijk nooit meer terug. Tenminste, ik denk niet dat het slim is. We moeten hier heel ver vandaan vluchten. Vooral als ik Alex straks heb uitgebroken wanneer het avond wordt. Oké, dit allemaal weg. De hele muur is er al bijna uit. Want moet dat deurtje hier nog? We hebben geen deur meer nodig. Die moeten ook uit. Ik denk dat het bedje hier ook weg moet. Zo, dit bedje moet weg. Alles in de kist. Zo, dit weg. Dit weg. Even kijken. Dit moet ook allemaal gesloopt worden. De crafting table, dat hebben we hier ook niet meer nodig. Die kist, wat zit er in deze kist? Buurman, bent thuis? Wacht even, buurvrouw! Oh nee. Kun je even de deur open? Ja, wacht even. Wat is er, buurvrouw? Nou, ik hoor heel veel geluid en gewoon. Yeah. Nee, ik ben even... Ik wil even kijken eigenlijk. Ik kijk een film... Nee, sorry mevrouw, het is echt een rommel. Het kan niet. Ik heb een feestje gehad. Hoezo? Dit is nog mijn appartement? Nee mevrouw, ik heb een feestje gehad. Het kan nu echt niet, sorry. Een andere keer, oké? Maar mevrouw, het kan niet. Ik heb een feestje gehad. Het is echt een rommel. Ik nodig je andere keer uit voor koffie, oké? Nee, ik vind het een beetje raar dat je mij niet binnenlaat. Buurvrouw, een andere keer, oké? Ik wil nu naar binnen. Dat kan nu niet. Het is een rommel. Oh. Ik vind het maar raar. Ja, ik ga u toch niet uitnodigen. Dat is een hele slechte indruk. Een andere keer, oké? Morgen? Ja, het morgen. Maakt me helemaal niet uit dat het rommel is, hè? Buurvrouw, morgen, oké? Morgen? Hoezo nu niet? Ik moet verder. Sorry, doei. Oh, die buurvrouw, die kan echt nu niet binnenkomen, hoor. Dat is foutenboel. Alles moet weg. Het tafeltje hier moet weg. Het tapijt moet allemaal weg. Letterlijk, die buurvrouw was ook al zo opdringerig. Dat meen je niet. Waarom is iedereen zo druk vandaag en opdringerig? Oh, ik ben helemaal in paniek. Ik heb veel te veel te doen. Dit moet allemaal weg. Dit hebben we niet nodig. De bootjes wel. Wat nog meer? Dit niet. Ik weet niet waar dat van is. Appeltje nemen we mee. Deze kist. Wat is dat überhaupt? Die kan ook wel weg. Zo, met alle spulletjes. Zo, dit is helemaal perfect. Alles in de kist. Dit erin, de kist erin. Oh, deze kunnen we wel gebruiken. Even kijken. Dat was denk ik, ik weet niet wat dit allemaal doet, maar dat kan ook weg. Dit pakken we eventjes. Kijk eens aan, dan plaatsen we het hier een beetje zo. En dan zo. Dit moet eigenlijk ook, ja, dit kunnen we wel laten staan. Onze signs moeten weg. Dat dit van niemand is. Maar daar moeten af. Alex en daar moeten af. Zo, dat kan ook allemaal in de kist. Dit is perfect. Meneer Eentje, ik kom je later vandaag ophalen, oké? Ik moet heel snel naar de gevangenis. Hier heb je wat eten. Ik moet er vandoor. Op naar de gevangenis. Oké, daar zijn we dan. Daar is volgens mij de gevangenis. Ja, daar is het. Oké, lekker. We zijn heel dichtbij. Eens even kijken. Zijn er überhaupt mensen daar? Oh, daar staat iemand. Oh nee, daar heb je hem weer. Daar staan ook allemaal mensen. Het is hier druk vandaag. Oké, laten we kijken of hij ons niet ziet. Doorvaren. Hallo. Hallo.
Wat doe jij? Ik ben even een beetje lekker aan het varen. Genieten van mijn vrije dag, van het weer. Zoals je kan zien, mijn uniform is niet aan. En dit is een vrij dagje. Ja, dit is mijn vrije dag. Ik ben gewoon lekker aan het varen. Dat doe ik heel vaak op mijn vrije dag. En wat bent u aan het doen? Waarom is het zo druk hier? Oh ja, verscherpte beveiligingen. Staat iemand op het dak daar met een wapen? Wat is dat voor wapen? Die zag ik ook in de wapenkamer volgens mij. Ja, dat zijn sterke wapens. Dat is volgens mij een sniper. Oh nee, daar is het extra druk. Twee agenten daar. Nou, het is veel te doen. Ja, en dan heb zeker. Ik vrij gekregen vandaag. Zijn jullie wel met genoeg mensen? Of had ik echt wel... Ja, konden jullie me wel gebruiken? Oh, als je wilt werken ben je altijd nog welkom. Kom maar. Nee, vandaag liever niet. Ik ben lekker aan het varen. Ik ga nog veel verder genieten van de natuur. Oké, nou doe voorzichtig hè. Want ik heb ook gehoord dat die gekke vissen zitten in de sloot hier. Ja, weet ik. Ik ben ook heel bang voor die vissen en zo. Sommige zijn heel groot, maar ik ga er vandoor, ja? Succes! Doei doei, werk ze! Jij ook! Nou, laten we lekker deze kant op varen, want we zijn er al bijna. Oké, laten we hier snel de boten neerzetten. Want dit is het belangrijkste wat we moeten doen. We moeten hier de boten neerzetten aan deze kant. Zo, één bootje voor mij, één bootje voor Alex. Ik weet niet of we in hetzelfde bootje gaan. En daar is de gevangenis. Laten we hier maar gaan wachten totdat het donker is, denk ik. Want ik weet niet wat we anders moeten doen. Want ik heb natuurlijk de explosieven bij me, maar jullie hebben gezien. Kijk, de beveiliging daar. Ik weet niet of we het vanaf hier kunnen zien. Even kijken bij de boom. Kijk, daar staat letterlijk een agent met een geweer. We moeten wachten totdat het donker is. Dus ik ga hier wachten. Laat ik maar even hier een dutje gaan doen totdat het nacht is. Slaap lekker. Oké, ik word hier wakker en volgens mij is de avond aangebroken. Ik denk dat het tijd is. Zijn de beveiligers al weg? Ik zie op het dak niemand meer. Hoe gaan we over die mega grote muur komen? Ik heb natuurlijk de explosieven bij me, maar die moet ik bewaren. Want ik had met Alex wat afgesproken. We hadden een plan gemaakt. Hij zou gaan graven en dan zou hij daar aan de andere kant van de muur staan. Oké, ik kan hier er volgens mij overheen, denk ik. Even kijken hoor. Want we hebben daar dus de muur aan deze andere kant. Oké, ik zie dat iedereen binnen is. We kunnen hier over de muur heen, over het prikkeldraad. Oké, kom op. Ik ben nu binnen. Ik ben nu officieel binnen. Waar zijn de camera's? Oké, die zie ik hier. Ik moet hier onderdoor. Oh, hier staan allemaal prikkelbosjes. Oké, Alex stond hier. Alex hoort hier te staan. Oh nee, waar is Alex? We hadden met Alex al gesproken. Hij zou aan deze kant van de muur staan. Oh nee, het plan is mislukt. Alex? Dennis? Ben jij dat? Hoor je me? Dennis, ik hoor je door de muur. Alex, is het niet gelukt? Nee, die pickaxe die brok ineens. Ik kom hier niet meer weg. Ik heb van iedereen afscheid moeten nemen. Ze gaan me morgen vermoorden, Dennis. Ik weet niet hoe ik hieruit moet komen. Help me. Alex, luister. Luister. Wat je ook doet, er komt geen morgen. Je gaat niet dood, oké? Stap je naar achter, Alex. En doe je oren dicht. Dit gaat even... Stap je naar achter? Wat bedoel je met stap je naar achter, Dennis? Alex, doe wat ik zeg. Stap je naar achter, oren dicht. En daarna vervolgens, wanneer ik het zeg, komen, oké? Oké. Oké, snel! Oké, Dennis, ik heb oren dicht, ik sta naar achter! Oké, kom op. 2, 1, rennen! Ik ben weg, Dennis! Kom op. Wat gebeurt er nog? Wow, Alex! Dennis! Ik kom eraan! Dennis! Oh nee, er moet er nog in! Kom, Alex! Wat was dat? We moeten rennen, de politie zit achter ons aan! Alex, deze staan blijven, staan blijven! Rennen, Alex! Oh, de politie komt! Deze kant op! Alex, aan de kant! Oh nee, Dennis, dit gaat niet goed, Stil blijven! Staan blijven naar achter of ik schiet echt! Alex, loop! Weg blijven! Kom op! Oh nee! Staan blijven! Ik ben hier nog nooit buiten geweest! Alex, volg me! Ik heb bootjes neergezet! Deze kant op! Kom mee! Deze kant op, Alex! Naar het water! Oké! Weg blijven! Deze kant op, Alex! Hier, in het bootje! Kom! Dennis, waar gaan we heen? Ik volg jou, naar het oude stadje! Kom, volg me! Weg! Oh nee, er staat zoveel politie erachter. Oh nee, ik word beschoten. Auw! Ik ben geraakt. Ik ook. Kom snel weg hier. Oké. Ik kom. Waar voor me. Ik hou ze bezig. Doei, Dennis. Tot nooit meer ziens. Ze komen ze achter ons aan. Oh Dennis, waar moet ik heen? Ik ken de weg hier niet. Blijf me volgen. We moeten nog twee dingen doen. Ik ben hier ooit met een busje alleen naartoe gebracht. Alex, gewoon dit water volgen. Volg mijn bootje, oké? We moeten nog belangrijke dingen doen.
Luister, Alex. Oh, nee. Het plan. We moeten het plan bespreken, oké? Okay? Maar was Eentje. Dit niet al het plan? Meneer Eentje zit nog in het nieuwe appartement. En meneer Kippy zit in het oude huis. We moeten hun meenemen, nee, oké? Okay? Ik wil meneer Kippy halen, Dennis. We moeten ze allebei meenemen. Als eerste... Ik heb ze zo erg gemist. Sowieso het buiten zijn heb ik zo erg gemist. Ik ben hier zo lang al niet geweest. Dat is niet normaal. Alex, ik ben helemaal in paniek. Ze volgen ons. Dat is één ding wat zeker is. Dus nee. Ze moeten het snel doen. Maar dit voelt ook zo gek om buiten te zijn. Oh, al die eentjes hier. Kom mee! Eentje! Oh, oké, okay. Kom mee, Dennis! Ik denk dat we het bootje tijdelijk even hier neer moeten zetten aan deze kant. Ik denk het ook! Oké, okay, we moeten wat snel... Wat is dit voor gebouw? Ja, dit wat is dit blauwe gebouw, dit Dennis? Dit is een politiegebouw. Hier ben ik aangenomen. Deze kant op, Alex. We hebben hier is geen tijd voor. Is er een politiegebouw hier? We hebben hier okay, geen tijd voor. Kom met je mee, kom mee, met je mee. Kom mee. Waar gaan we heen? Oh, het is helemaal dicht. Heb je een politiepak uit? Mijn gevangenispak? Oh, ja, doe uit. Het gevangenispak, dank je voor de tip, Dennis. Dank je wel voor de tip. Wat is er met de bak gebeurd? Maak je geen zorgen. Kom nou, we hebben geen tijd. Okay. We hebben er geen tijd voor. Oké. Ik zie nog geen politie. Hallo, buurvrouw. Hallo, buurvrouw. Snel doorlopen, doorlopen. Hallo. Doei, buurvrouw. Heb je leuke konijntjes, buurvrouw? Kom hier, wat meneer Eentje, kom, ik zal naar ze kijken. Eentje die probeert te ontsnappen. Wacht, ik weet iets beter. Doei. Ik weet iets beter. Ene zak. Wat is hier gebeurd? Ja, ik heb de boel verbouwd. Al het bewijs is weg. Pak de spullen die je nog nodig hebt. Pak de spullen die je wilt en kom weg. Wat ligt er hier nog? Snel. Schiet op. Oké, ik ga naar beneden. Heb jij een touwtje mee voor meneer Kippy? Ja, ik heb een touwtje bij me. Oké. Ik kom eraan. Doei, buurvrouw. Tempo. Het bootje staat aan deze kant. Oké, snel. Dennis, wat is er gebeurd met ons huis? Alex, ik heb alles moeten vernietigen. Alles is kapot. Ik heb alles gesloopt in het huis. Want het bewijs moet weg. Er is geen bewijs meer. Ja, wij hebben daar nooit gewoond. Oké, snel deze kant op. Ik laat je meneer Kippy zien. Oké, staat die nog bij het oude huisje? Ja, bij het oude huisje. En ik heb iets belangrijks wat je ook moet zien, Alex. Iets heel belangrijks. Dat zie je zo meteen wel. Eerst naar meneer Kippy. Wat is er hier allemaal gebeurd? Wat wil je eerst zien? Meneer Kippy of het andere? Ik wil eerst meneer Kippy's eten geven. Oké, kom maar. Ik heb nog bij mijn hele tijd voor hem. Ik ben gewoon eindelijk weg in de gevangenis. Alex, ik zei toch dat ik je ging redden. Ik zei het. Hier is meneer Kippy. Oh, ik ben over. Meneer Kippy. Meneer Kippy. Hij is hier boven, denk ik. Waar ben je? Hij is hier. Meneer Kippy, wat doe je hier nou weer? Hij is gewoon naar de zolder toe. Alsjeblieft, hier, meneer Alex. Kippy. Wat heb ik jou gemist? Hier. Wat is dit? Oh, nog meer eten. Ik heb hem net al eten gegeven, Dennis. Dat was die ene die mij in de gevangenis had gegeven. Die had ik meegenomen. We hebben haast. We moeten hier zo snel mogelijk weg. Iedereen zoekt ons momenteel. Heb je een touwtje voor mij? Ja, voor ja, hier heb je een touwtje. Dankjewel. Oké, ik ga alvast naar beneden. We moeten gaan. Kom. Kom op, meneer Kippy, we hebben niet al de tijd. Kom eens. Ja, meneer Kippy die is altijd zo langzaam. Als ik nog iets lopen, moet je het zeggen. We komen hier toch niet meer. Oké, wat? We hebben hier geen tijd voor. Ik leg het je later uit. We komen hier toch nooit meer. Meneer Kippy, kom nou. Oké, Ik heb hem. Alex, bind hem even vast of zo hier ergens. Is hier een hekje? Hier is een hekje. Ja, daar. Wat is er dan, Dennis? Kom nou maar mee. Ik heb iets voor je. Wat is hier jouw huisje dan? Hier, dit moet ik je geven. Oh nee, ik moet je niks geven. Kom maar mee. Kom hier naar beneden. Naar jouw geheime kelder? Ja, hier als eerste. Kijk wie hier zit. Wat? Weet je wie dit is? Jij kent hem, hè? Ik zei toch dat ik hem vrij ging halen? Nummer 14? Nee. Jij hier nou weer? Nee, hallo, niks. Nummer 14. Het is Alex. Ik wou net zeggen, mijn naam is Alex. Wat is mijn naam? Ja, wat is zijn naam? Wat is mijn naam? Hè? Dat dacht ik. Oh, dit vind ik zo leuk, Dennis. Alex? Ja? We noemen hem nu gewoon nummer 14. Jij bent nummer 14 en dit is Alex. Hallo nummer 14, jij bent nummer 14. Maar Alex, we hebben hier geen tijd voor, oké? Okay? Pak de buit. De code is 1, 2, 3, 4 in deze kluis. Pak wat je mee wil nemen. De camera's hebben we niet nodig. Ik heb alles nog. Ik pak alles. Ik pak mijn oude zwaardje terug. Oké, pak de tasjes. Pak het geld. Pak je wapen. Pak een masker. Een masker. Heb jij de maskers? Ik heb de maskers. Laten we het pistool liggen. Nemen we die mee? Wat wil je ermee doen? Nee, we laten hem liggen. Die laten we liggen. Oké. Zo, de explosieven die ik over heb met deze heb ik allemaal niet nodig. Dit kan allemaal weer terug. Dit kan terug. Alex, er is nog één ding wat ik moet doen. En jij blijft hier. Jij houdt de knop bezig. Dit is voor Sumi. En dit is voor jou, oké? Oké, wat ga je doen, Dennis? Alex. Voor Sumi, voor mij. Wat ga je doen? Dit is voor Sumi! Dennis, we moeten hier weg. Laat hem maar bloeden. Doe open. Okay, kom. Moet hier nu meteen weg. We moeten hier weg. Ik, moet... ik,
ik hier weg. Ik dump het wapen. Oké, Oh, goed zo, Dennis. Goed zo. We moeten hier weg. Okay, we moeten hier nu pak meneer Kippie. Pak meneer Kippie. Ik pak hem. Ik neem hem mee. Oh, jij meneer Eentje erbij? Ja, ik heb meneer Eentje bij me. Even kijken, meneer Eentje zit hier. Oké, we moeten nu meteen gaan. Deze kant op. Je zit in het duksek. Kom maar, meneer Eentje. En meneer Kippie, we gaan. Oké, deze kant op. Wacht, hij moet in de boot. Meneer Kippie. Meneer Kippie, kom. Er is hier geen tijd voor. We hebben hier geen tijd voor, meneer Kippie. Ik ga straks je eten. Oké, Alex. Go, Dennis. Kom, we gaan hier heel ver vandaan. Dennis. Ja, Alex. Die buurvrouw was zo verward net. Hoorde je dat? Ja, ik weet het. Ze was helemaal in paniek. Ja. Ze dacht, Alex, wat doet die hier? Ze was namelijk laatst ook bij de rechtszaak. Ik had haar daar gezien. Ik had haar toen ook gezien daar. Ik had toen nog een beetje met haar gepraat en zo. Alex, laten we hier maar het bootje neerzetten, denk ik. En lopend te pad gaan. Dennis? Ja? Ik hoor wat. Wat hoor je? Ik hoor ook wat. Het is een vliegtuig, volgens mij. Ik hoor ook een vliegtuig. Zal er een vliegveld hier in de buurt zitten? Wat? Meneer Kippie, je moet nu mee. Kom. Oké. Alex, we moeten gaan, oké? Ik ben blij en ik zei het je. Ik heb je geholpen te ontsnappen. En nu moeten we hier heel ver vandaan, Alex. Laten we dat vliegveld gaan zoeken. We moeten dat vliegveld nu zoeken. Kom, meneer Kippie. Kom, meneer Kippie. We moeten hier naar achter, meneer Kippie. Kom. Deze kant op, snel. Ik kom al, Dennis. Waar ben je? Ik ben hier. Ik ben met meneer Kippie naar boven aan het lopen. Ik ben er. Oké. Kom, we gaan.